stel je onverzettelijk op voor het verzetten van de opstelling. De manier waarop de zaal is opgesteld heeft een enorme invloed op het succes van je event. Als ik mijn opdrachtgevers naar het doel van hun event vraag, dan hoor ik vaak, mensen moeten met elkaar in gesprek raken. Het moet gezellig zijn. Het moet zo stijfjes overkomen. En vooral, er moet echt wat ontstaan in de zaal. Als we die doelen willen halen met de klassieke theateropstelling, dan beginnen we al met 3-0 achterstand. Het voelt stijfjes en is een absolute interactiekiller. Je wil juist een opstelling waar mensen elkaar aankijken. Waar sprekers tussen de mensen staan en mensen dicht op elkaar zitten. Nou, bijna altijd lukt het mij om in het voorgesprek mijn opdrachtgever hiervan te overtuigen. Dan spreken we een lagerhuis, amfitheater, kruispunt, café of stadionopstelling af. En in het draaiboek dat ik stuur, zorg ik voor een gedetailleerde tekening met instructies. En dan nog gaat het vaak fout. Ik heb met de locatie gevraagd, maar die zeggen dat het absoluut niet kan. Zichtlijnen, schermen, gangpaden, slappe ruggen, ombouwtijd en zo doen we het nooit. Ik heb alle slappe verhalen al een keer gehoord. Maar als we eenmaal op locatie aankomen, dan blijkt dat de bestelde opstelling meestal prima had gekund. En bij ongeveer de helft van de events die ik doe, sta ik daarom vooraf met stoelen te schuiven. Ik offer er soms zelfs de repetitie voor op. Zo belangrijk vind ik het. Maar dat is natuurlijk verder van ideaal. Dus daarom stel je onverzettelijk op voor het verzetten van de opstelling.